Ik ga laten zien hoe je met een foammat van Xintools, deze, hoe je daarmee kunt afdraaien. Op die foammat zit aan de achterkant een sticker. Als je dit wit vel eraf hebt, dan heb je een heel plak, vlak. Moet even denken hoe ik het beste kon zeggen. En zo'n plak, vlak, daar kun je heel goed je foammat bijvoorbeeld op een houten bed plakken of op een plastic bed. Kijk, dat heb ik hier ook gedaan. Dit is mijn houten bed. En hier zit hij op vast. Nou, je ziet het, de mijne ziet er inmiddels al iets anders uit. Ik heb hem al een aantal jaar. En ik gebruik hem ook best veel. En ik laat hem ook in het zonnetje liggen. Dus dat hele mooie blauw wat hij in het begin heeft. Het kan zijn als je hem te lang in de zon laat liggen dat hij verkleurt. Maar dat wil niet zeggen dat hij minder goed werkt. Wat wel heel belangrijk is om rekening mee te houden. En ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Kijk hier bijvoorbeeld. Als je aan het afdraaien bent en je bent aan de zijkant bezig. En je zit heel dicht op die foammat. Dan moet je niet met je tool, met je metalen gereedschap net boven of een klein beetje erin stuiteren. Want het is foam en dan zie je, dan gaat het op een gegeven moment slijten. Dus blijf daar een beetje vanaf van die onderkant. Nou, ik heb gaatjes in mijn houten bed, die passen precies in mijn draaischijf. Dus ik ga hem er voor jullie opzetten. En dan kan ik beginnen met afdraaien. Zo. En dan pak ik even een beker. En als je gaat draaien, moet je niet natuurlijk zo gas geven, want hij staat zo niet vast, dan vliegt gelijk je potje al weg. Dus met je linkerhand zet je druk, dan duw je hem eigenlijk in de foammat, waardoor hij niet wegstuitert. En met de rechterhand kun je dan dadelijk afdraaien. Ja, zo blijft hij mooi zitten. Ik kijk even of hij een beetje in het midden zit. Hij mag nog ietsjes meer naar deze kant. Ja, zo vind ik hem goed. Wat ik altijd fijn vind om daar ook bij te gebruiken is deze. Die kan ik dan precies zo erop zetten. Waardoor ik daarna aan de zijkant het kan afdraaien. Kan niet bij alle vormen. Want net als deze, die is ongeveer dezelfde diameter als de trimmingspinner. Ja, dan wordt het lastig om hier nog iets te doen. Dus ik ga een heel klein beetje nog weghalen, maar daarna moet ik het toch met mijn vinger op mijn werk doen. Want anders kan ik niks afdraaien. Daar komt hij. Zo. En ik werk altijd vanuit het midden naar rechts. Dan naar de zijkant. En nog een klein facetrandje erin. Is die klaar? Stempeltje. En mijn beker kan in het droogrek.